Oké, okay. vandaag moet ik het toch echt even ergens met jullie over hebben. Want wat er toch de afgelopen dagen is gebeurd met Formule 1. Het slaat echt nergens op. Vind ik zelf, ik vind het nergens op slaan. Tuurlijk, er zouden mensen het met me eens zijn, maar er zouden ook mensen met me oneens zijn. En dat mag. Dat is niet erg. Dat is volkomen aan jezelf. En ik snap het ook. En ik respecteer dat ook. Maar. Het is natuurlijk. Uh, vandaag is het maandag. Als het goed is dat jullie deze video zien, is het ook nog maandag. Gisteren was de race op de Hongaroring in Hongarije. Nou ja, natuurlijk hebben we daar allemaal wel gezien wat er is gebeurd met de start. Bottas die zich verremt, klap achterop Norris. Tikken samen Max eraf, waardoor hij eigenlijk schade aan zijn rechterkant heeft. Tussen, uh, ja, eigenlijk tussen zijn wielen, zeg maar. Rechtsvoor. Belachelijk. Perez ligt eruit. Stroll verpest zichzelf. Verpest ook. Uh, die verpest nog meer? die laat hij spinnen. Sainz laat hij spinnen. Volgens, of Leclerc laat hij spinnen. En geen idee wat er allemaal aan de hand was. Maar Hamilton had daar geluk. Weet je? Dat kan. Prima. Heb geluk. Kan iedereen overkomen. Volgende keer heeft Max een keer geluk. Tuurlijk. Wat vervolgens gebeurt? Ja. Die uh, enkele start natuurlijk. Dat iedereen naar de, naar de soort formation lab weer naar binnen gaat. Om naar um, slicks te gaan. Want ze reden natuurlijk op intermediate, maar ze zouden naar Slicks gaan. En dat Hamilton als enige start. Ja, hij kon het op zich niet weten. Hij lag eerste, maar ik had zelf al wel verwacht dat iedereen naar de Slicks zou gaan. als je de baas zo zag. Dat was ook het slimste om te doen. Zou je het minste tijd mee verliezen, omdat iedereen dat ging doen. Logisch. Hamilton start als enige. Is er volgens de baas dat hij laatste ligt? Kan, weet je. Fout van hem, zijn team, miscommunicatie kan in elk team gebeuren. Wel typisch, maakt niet uit. Nogmaals. ...kan Gebeuren. Vervolgens een race, nou ja, Max moet natuurlijk nog een keer naar binnen, heeft problemen met zijn auto, is niet anders. Overeengezet, Lewis rijdt eigenlijk ja, een best wel fantastische race, laten we het maar zo zeggen. Alleen wat gebeurt er dan? Ocon eerste, Vettel tweede, Hamilton derde. In de avond, en ik plak er zo'n screenshot bij, om precies te zijn, om zes voor half elf avonds... Klikte op het bericht en het stond echt 10 seconden geleden. Dus zes voor half tien. Of nee, zes voor half elf s'avonds kwam het bericht naar voren dat uh, Vettel gedisqualificeerd was. Waarom? Heb ik ook veel vragen van in mijn DM gekregen. Ik heb natuurlijk ook de foto uh, op mijn verhaal gezet met de tekst erbij. Op mijn eigen account en op mijn privé account. Nou, op mijn, of op mijn game account. En mijn, uh, mijn privé-account. Nou, ik had eigenlijk niet heel veel context gegeven waarom ik dat op die manier deelde op mijn um, game-account. Ik heb wel context erbij gegeven op mijn privé-account, dus die foto plak ik er ook nog even in. Zet even de video op pauze, lees het even rustig door. En dan ga ik jullie nu even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Kijk, Vettel, tuurlijk, hij houdt zich niet aan de regels. Hij wordt gedisqualificeerd omdat hij zich ja, niet aan de fuel mix houdt. Ik heb eigenlijk ook geen idee waarom ik mijn headset nu al op heb, want... Het komt straks pas. Maar goed. Um, hij houdt zich er niet aan. Want als je de race uit hebt gereden, moet je een aantal liter, oftewel 1 liter brandstof nog in je auto hebben. Als je weer in de, in de Pitstraat staat na de race. Dat had hij niet. Tuurlijk, je houdt je niet aan de regels. Um, is die disqualificatie? Uh, dis is die disqualificatie terecht? Ja. Maar bij Russel. Dacht ik dat het rustig was, ...gebeurde het ook, hoorden we niks over. Um, en dan heb je gewoon het feit, is het eerlijk? Omdat als je een echt een magnifieke race rijdt. En je hebt dan te weinig brandstof, kan je daar wat aan doen. In zekere zin. Maar, maar je zit natuurlijk wel met een safety car en twee extra ronden ertussen. En dat moet je wel allemaal goed kunnen balanceren. Tuurlijk, je mag verwachten dat een Vettel, al helemaal als een Vettel, dat goed doet. En dat hij niet in de problemen komt. Want, zoals ik zeg, eigenlijk alleen heeft Russell daar ook problemen mee gehad. Maar, maar, je moet het wel in je achterhoofd houden. En is het gevaarlijk? In zekere zin. Gebeurt het tijdens de race? Nee. Gebeurt het na de race? Ja. Is het dan gevaarlijk? Nee. Het is eigenlijk juist niet goed voor zijn auto, maar de rest heeft er geen. Last van. Maar natuurlijk, het zijn regels, zoals ik zei, en ook in mijn verhaal zetten. Ik snap het. Maar wat ik dan niet snap, is dat een Hamilton dan op Groot-Brittannië Max probeert in te halen, binnenkant kop's corner. Welke idioot doet dat ook? Goed dat hij probeert, ja, toon je ballen, maar je, je rijdt wel Max in de muur met 51G. Ja, besef even hoeveel dat is, 51G. En het gaat me in dit geval echt niet om Max. Nee, ik had deze video ook gemaakt als het een vettel of iets anders was geweest. Want dit is gewoon niet eerlijk. Vind ik. Ik vind dit niet eerlijk. Ik bedoel, dan verpest je iemands race. Jijzelf houdt er eigenlijk niks aan over. Je rijdt al eerste. Je rijdt in de beste auto. Of de tweede beste. Maar waarschijnlijk zelfs nog de beste auto van de grid. Je bent een van de sowieso betere coureurs. Ja, nou, klasse daarvoor. En dan krijg je 10 seconden penalty. 10 seconden. En ik weet, dit heeft helemaal geen nut. Want Red Bull heeft natuurlijk ook al een zaak aangespannen en zo. En daar hebben ze geen gelijk in gekregen en zo. Echt onzin. Ik snap er geen reet van. Maar hij wordt dan nog met twee vingers in zijn neus ongeveer eerste. Tuurlijk, het is even lastig om dan die, uh, die fan nog in te halen, die uh, Leclerc. Maar ja, in principe, nee. Je ziet dat ze het makkelijk doen. En ook in Hongarije zag je gewoon. Dat als Hamilton vanuit laatste positie moet komen, dat hij makkelijk naar boven rijdt. Zelfs vooral zou bij Max geweest zijn. Maar dan moet je jezelf afvragen: is die 10 seconden tijdpenalty eerlijk om te geven? Moet je dan niet um, een 10 seconden en een stop en go? Of iets in die richting, weet je wel. Of gewoon een extra stop en go. Want hij mocht nu 10 seconden wachten, pitten, dus zijn banden verwisselen. En dat was het. Ja, maar als je stop-and-go hebt, dan heb je die pitstraat extra. Dat zou ik zelf een meer redelijkere straf vinden. Want dan ben je minstens 20, 25 seconden kwijt. Want ja, ze geven geen time penalties voor 20 of 25 seconden. Um, ze geven dat eigenlijk dan alleen met 10 seconden. Dus wees dan um, gewoon, zeg ja, je kan hier niet inhalen. Hij had kunnen liften. Hij had meer naar de binnenkant gekund. Je rijdt met ziekenhuizen met 51G. Je krijgt een stop-and-go penalty. Dat kan. Weet je, dat zijn die stewards. Maar nee, het is Engeland. En tuurlijk, dat heeft er mee te maken. Um, Lewis is Brits. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken. Dat hij maar 10 seconden krijgt. En ik vind het echt belachelijk. Want als Max het had gedaan. Gedisqualificeerd stop-and-go penalty, noem het maar op. Echt ridiculous. Nou, ik heb het hier even opgezocht. Een stop-and-go penalty is een straf in de autosport. Nou, dat weten we. Het is een strengere straf dan een drive-through penalty. Een drive-through penalty is dus alleen dat je door de pitstraat één keer moet rijden. Maar een stop-and-go penalty is dat je tien seconden moet wachten. In de pitstraat, op je plek en dan mag je niks aan de auto doen. Um, dan moet dus een race de pitstraat inrijden en vervolgens tien seconden bij zijn team stilstaan, waarbij het team niet de auto mag bijtanken of de banden mag verwisselen. Wel mag het team de auto controleren op gebreken. Logisch. Waarbij de auto niet mag worden aangeraakt. Logisch. Um, de, de een racer race kan deze straf krijgen bij bijvoorbeeld onfatsoenlijk weggedrag of te hard rijden in de pitstraat. Nou, ik weet niet hoe meer onfatsoenlijk je het wil krijgen dan dit, maar dit is gewoon belachelijk. Stop ik overigens uit het een bord in de pitstraat moet binnen 7 ronden opgevolgd worden. Prima, die 10 seconden mag je doen wanneer je wilt. 10 seconden, ja. 10 seconden bij een pitstop op. Dat is niks. 10 seconden. Voor zo'n geval. Helemaal niet voor een Mercedes. Voor een Red Bull is 10 seconden ook niks. Eerlijk is eerlijk. Maar ja, vaak wordt dus een tijdpenalty aangegeven. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat hè. Um, als dit was gebeurd, maar was naar de buitenkant gebleven en ze hadden elkaar licht geraakt. dan was het waarschijnlijk een 5 seconden penalty geweest, omdat het gevaarlijk was geweest. Of bij een lichtere crash, weet je wel. Als je overstuur hebt en je tikt iemand per ongeluk van de baan. Dit was ook per ongeluk natuurlijk. Maar denk aan een Oostenrijk waar Hamilton dit bij Albon en Albon doet. Volgens mij bij Albon. Ja. Is ook een 5 seconden penalty. Omdat dat lichter is. Maar dit. We gaan gewoon nog een keer kijken. Ik weet zeker dat iedereen weet. Hoe het eruit ziet. Moet ik een disclaimer hierin plaatsen? I don't know. Goed. We doen het maar. Dus disclaimer. Oké, okay, dan gaan we nu even hier naar kijken. Ik weet niet of ik uh, de geluid mag gebruiken. Ik denk het niet. Maar hier zie je een uh, vergelijking. Nou, je ziet hier, hij wint hier. Logisch, hij gaat veel sneller. Hij heeft veel meer momentum. Um, nou, weet al hoe het eruit ziet. Je denkt, is buitenkant. Gaat hij toch naar binnen? Dan denk je, oh, waarom ga je hier naar binnen? Oké, okay. en dan hier stoppen. Ja, deze beweging. Kijk, let goed op. Deze beweging draait het allemaal om. Vind ik zelf een hele opvallende beweging. Dan gaan we even in 0,5 kijken. Oh, ik heb hem alweer gemist. Dat is wel vrij dom. Kijk, je ziet dat hij hier naar buiten stuurt, ja. Hier zie je dat hij naar buiten stuurt. Dus. En je ziet hier ook een klein momentje overstuur. Tuurlijk, het is een volle auto. Maar waarom maak je dan zo'n move? Ja? Het is een volle auto. Oké, okay, het is overstuur, maar. We gaan het nog een keer bekijken, maar nu 0,25. Dit is echt bizar. Kijk, je ziet dat hij naar buiten stuurt. En hier is hij stuur weer bijna recht, omdat hij die bocht niet kan maken. Zie je dat? Tja, nou ja. 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 Tuurlijk, Max had daar ook fout. In principe, Max had ook kunnen zeggen, ik lift, ik ben mijn positie kwijt. Volgende ronde val ik weer aan. Had ook gekund. Maar oké, okay, hier ga je de vergelijking zien wat hij dan... Anders deed bij Leclerc en bij Verstappen. Starts vanuit hetzelfde beeld? Nee, dat niet. Kijk nou, je ziet hier ook Max verliesmiddel dan bijna. Natuurlijk de auto's zijn hier zwaarder, dus logisch. Even kijken. Oh, dat is nog niet deze bocht, grapje. Kijk, deze lijn is bijna hetzelfde. Ja, jammer dat hij niet tegelijk afspeelt. Nou, hier pakt natuurlijk Lewis dan de binnenkant en Kijk waar die daar zit. Heeft hij gewoon nog bijna een auto ertussen? En Max kan op zich niet heel veel doen. Dan schiet hij hier ook sowieso al wijd. Nou, nu heb je hier. Leclerc blijft hier wel aan de buitenkant. Gaat vervolgens niet echt naar binnen. Maar Lewis wel. Wat doet hij hier? Goed kijken hè. Ja, ik vind het echt veel te bizar. dit. Wat hier allemaal gebeurt. Dat hij hier dan ook nog een keer inhaalt. Dan heb je wel gewoon ballen. Maar. Het kan dus wel. Kijk, 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 kijk. Hier stuurt hij al naar de muur toe. En daar zit hij gewoon op het groen, hè. Zit gewoon op het groen. En dan haalt hij de bocht ook. Als max, dit was anders max geweest. Nou, hier verliest Leclerc hem nog bijna. Maar dan... Het had gewoon gekund. En dan kon je weer verder battelen. Maar hij beukte er nog gewoon vol af. En ik vind dat gewoon belachelijk. Buiten het feit dat ik dat belachelijk vind. Vind ik Bottas ook echt belachelijk. Hij tikt gewoon. Ja, ik mag deze beelden niet, niet laten zien. Van de, van, de, van de race highlights. Maar ik heb de foto ges gescreenshot. Ik, ja, het is echt gewoon belachelijk. Dus die foto komt nu weer even in beeld. Dus bekijk hem daar maar. Maar hij, hij is gewoon aan het boden. Hij kegelt ze er gewoon af. Hij verremt zich, het is nat, een volle auto, oké. Okay. Maar het is Bottas. Je moet daar wel beter van verwachten. Ik bedoel, het kan gebeuren. Maar kijk hoeveel schade dat kost. En dan niet alleen dat, hè. Ik zag vanochtend een artikel voorbij komen. Dat, uh, dat Red Bull dus waarschijnlijk ook een grid penalty moet nemen. Omdat de auto van Pires en Verstappen dusdanig kapot zijn. Dat ze nieuwe onderdelen nodig hebben. Terwijl dat nu nog niet um, officieel mag. Dus moet je grid penalties nemen. Nou. Bedankt Bottas. Super top. Ik vind het echt belachelijk. Buiten dat, Williams heeft punten gehaald. Ocon heeft gewonnen. Wordt er misschien ook nog uitgegooid, heb ik gelezen. Nou, dat wordt echt gek. Want Hamilton is nu tweede. En dan wordt je alsnog eerste. Hoe bizar wil je het hebben? Beide Williamsen hebben punten. Ik dacht even, Mazepin doet het goed. Maar nee, die vliegt er ook uit. Ook bizar trouwens. Wat de heck. Um, die Schumacher die, die hield het wel aardig vol in het begin en natuurlijk Alonso, wat een held. Ik heb ook op Alonso gestemd als driver of the day, want wat een held en ook gewoon dat hij dan Max backupt zeg maar en zegt van ja, ik vind dat je gelijk hebt en dat hij ook zegt van Lewis is alleen maar een janken. Ja, ik vind het belachelijk via alsjeblieft maffia, maar kijk er gewoon naar want het klopt niet en ik snap dat het race is. Maar het is allemaal wel erg een beetje, beetje verdacht hoe je er dan op zo'n crash inhalen in uh, Cops Corner dan denkt: een 10 seconden tijdpenalty voor Hamilton is genoeg. Ja, ik vind dat bizar. Want in principe, ja, hij vergooit gewoon de race van Max. Max doet het zelf natuurlijk ook, maar hij gooit, vergooit ook gewoon bijna zijn leven. Misschien is dat wel een beetje erg overdreven, maar jullie snappen wat ik bedoel. Ik hou hierover op. Jou bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken als je dit leuk vond. Laat in de reacties weten wat jij er allemaal van vindt. En hoop ik je terug te zien bij de volgende video of livestream op mijn kanaal. En zoals ik dan altijd zeg, later.